Goedenavond, dames en heren. Wij zijn erg gelukkig als kwartet vanavond voor u te kunnen optreden. Bijzonder ook omdat wij een zeer goed gezelschap vertoeven van een van de betere, wat zeg ik, een van de beste trompetisten van dit land, Benny Miala. Wat het kwartet betreft, wij stellen ons tot doel, wat wij denken, goede muziek te brengen. En dat loopt van Mozart door de Gershwin tot de onverslijpbare en onvergetelijke songs die zowel de jazz en de musicals als het chanson in het algemeen gebracht hebben. Nu, we betrachten het willen altijd te doen met de nodige afwisseling en ook altijd met het eigen accent. Al dus hebben wij ingezet, eigenlijk met een tango. Tangoritme zat er niet in, Oblivion, van toch wel de vader van de Argentijnse tango Piazzolla, die net voor hij overleed deze compositie nog schreef. En we zijn onmiddellijk verder gegaan met een totaal andere stijl, ook een klassieker van de gekende musicalcomponist Rodgers, namelijk Manhattan. Nu, we gaan nog wat verder terug in de geschiedenis van de ontspanningsmuziek. In de Sin to Tell a Lie, geschreven tussen beide wereldoorlogen. Eigenlijk moest dit een gewone, wat men toen noemde, Boston worden. Een gewone langzame wals. Zo gaan we er ook aan beginnen, maar je zult wel horen dat ook hier wij een toch wel speciaal tintje proberen te geven aan deze oude slager die nog altijd, denk ik, verdient van onze programma's te krijgen. It's a simple delivery. Thank you.
We stappen nu over, ik zei het u al, proberen voldoende afwisseling te brengen naar een totaal ander genre. Het geeft mij de gelegenheid om ook eens om de leden van het kwartet voor te stellen. Daarnet hoorde u Herman van Spouwen aan het kwartet. Nu krijgt u als solist. Iemand die zich in deze week meer dan bekend is, onder wie Carlo Willems. Die leg ik op marimba door u gaan brengen. Het is gewoon genoemd Vals Briand. En het is geschreven door een zekere Hamilton. En Hamilton was de componist van heel erg veel muziek dat als background gebruikt werd voor de filmen van Laurel en Hardy. De dikke en de dunne, zoals wij dat op modern zeggen. In dit geval echter gaat het om een compositie die hij opgedragen heeft aan een vriend die een clown was. Een clown die wel geconfronteerd was met een erg pijnlijk drama. Te weten dat hij vader was van een kind dat onsterfelijk ziek was. En dat hij zijn laatste fase had. Het is zowat hetzelfde thema dat je krijgt in de opera Palias. Kind van de clown dat uiteindelijk sterft. De clown die moet blijven het publiek doen lachen. Hoewel hij bloedt in zijn hart. Dat hoor je ook in deze compositie. Heel virtuose spel, de clown voor het publiek, zeer enthousiast, zeer vreugdevol, en dan plots zult u een klein, in mineur geschreven walsje horen, dat is de clown, die aan zijn kind denkt. Zo gaat het op en af en uiteindelijk zal het stuk trouwens in mineur eindigen met de dood van het kind. Vals Briand van Hamilton met als solist Carlo Willems.
die oude klassieken hebben we natuurlijk ook allemaal lang herkend. Begin te begin van een andere zeer bekend musical componist, Cole Porter. Cole Porter, een man met wel een rare leven, was geboren in een bijzonder rijke familie. Hij studeerde aan de Harvard University. En dat was zeker in die tijd niet iedereen gegund. Maar hij was aangetrokken door de muziek. Wilde een muzikale carrière maken. Wat helemaal niet de instemming van zijn vader kreeg. Hij werd er dan ook letterlijk en figuurlijk uitgerood. Maar hij ging weg. En hij maakte grote carrière, zowel in de States als in Europa. Cole Porter. Dames en heren. Ik denk dat ik hier erg weinig inleiding behoef wat betreft de solist van vanavond. Hij speelt aan huis, zou ik zeggen, in voetbaltijden. Ik ben de Biaan in van onze meest vooraanstaande trompetist. Voor zijn eerste optreden twee weken. De eerste is toevallig een jeugdzonde van mij. En een compositie die ik moet geschreven hebben toen ik zo wat 16 was, maakte deel uit van een suite in vier delen. Het derde deel was voor trompet solo geschreven. En ik ben hem bijzonder dankbaar dat hij tijdens de plaatopname, de cd-opname, waar ik ook dit stukje teruggespeeld heb, hij ons vervoegd heeft. En eigenlijk de originele bedoeling terug heeft mogelijk gemaakt, namelijk trompet solo. Dat noemde oorspronkelijk, je moet mij geloven, Blue Love. Dat is geschreven voor mijn eerste jeugdliedje. Meerdere jaren later heb ik ooit aan de onbegrijpelijke Etienne Verschuren, ongetwijfeld een van de beste jazzmuzici die België ooit gekend heeft, en die toen het grote dansorkest leidde van de toenmalige BRT, was na mijn CD. Die Verschuren die naar Hasselt kwam voor een concert, ik heb hem tussen pop en print dus verteld van die suite en speciaal van dat derde deel. En ik heb dit op vier kaartjes voor hem geschreven. Etienne heeft dat achteloos in zijn zak gestoken. We hebben elkaar verlaten in de nachtelijke uren. Ik heb daar niks meer van gehoord tot, ik weet niet meer precies, één of twee jaar later, hij bij datzelfde groot amusementsorkest, hij terug naar Hasselt kwam en terug een concert gaf en daar op zeker ogenblik niet aankondigen dat hij een stuk ging spelen dat zeker zou bekend zijn door iemand speciaal in de zaal. Het werd aangekondigd als de Little Red Man. Van Bloem naar Gertrude. Ik snapte het nog niet tot ik de eerste akkoorden hoorde. En dan wist ik dat hij dus die vier vuurtjes niet had weggegooid, maar dat hij een arrangement opgeschreven had, dat overigens aan die vrij regelmatig in de radio is uitgezonden. Dit is het eerste nummer van Benny vanavond. Het tweede is natuurlijk zeer vereisend. Het vereist eigenlijk grote virtuositeit op de trompet. Het is een thema dat overigens reeds het vele tientallen jaren doet op vele scènes. Het is een carnaval te venir. Mag ik u heel speciaal applaus dan voor Benny Biaan. Thank you.
dat is wat men noemt virtuositeit op een instrument. Wij gaan het eerste deel, dames en heren, besluiten. Ik heb dan volgens een pauze van 20 minuten. En met nog een Amerikaanse klassieker. Magi. Thank you.